Yo, what up kinderen? Ik snap dat jullie uh, mij gemist hebben. Who's back. Ik heb jullie ook gemist. Het, uh, it's been a long time coming. Ik voel me ook helemaal een beetje onwennig, eerlijk. Want ik heb teringlang lang geen video opgenomen. Dat had een paar redenen. Uh, ik zat ten eerste niet zo lekker in mijn vuil. En ten tweede, uh, ik heb een jaar lang zo achterlijk veel gestreamd en dingen. Ik had even vakantie nodig. Dus ik was even loesoe, dus vandaar de compilaties. Uh, we zijn ook weer teruggezakt naar de 110k abonnees. Fucking kut. Dus als jullie allemaal even op het knopje willen uh, drukken. Want ik word tering onzeker van dit alles. Ga niet te veel lullen. Gelukkig nieuwjaar. Laat even een comment achter en neem even een like. Want sinds ik het niet meer zeg dat jullie even op die like nu moeten. vergeten jullie het altijd. Help de boy even, oké? Okay? Laten we gewoon 2022 met z'n allen gewoon even fantastisch maken. Ja? Yeah? Echt nee, niet meer te redden. Nou, uh, guys. Feels good to be back, man. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Welkom op mijn kanaal, Donkaaklijn Kanaal. We gaan gewoon 2022 beginnen met een uh, langlevende liefde videootje. Erik, jullie hebben het gemist. Ik snap het. Ik ga niet te vullen, man. Let's go. Ah, echt mooi doen, die MSC-laptop in de achtergrond. Word je nog steeds gesponsord door MSC? Ja, ik word nog steeds gesponsord door MSC. Althans, ik denk het wel. Mariska en David hebben het meteen over zware onderwerpen. Ik heb vroeger wel in, uh, in een pleeggezin gezeten. Ik zelf heb geen contact met mijn bier. Oké, okay, ik had dus wat, uh, ik had dus wat uh, nieuws ontvangen dat... Uh, uh, dat deze guy het voorpagina nieuws had gehaald van de krant. Want uh, blijkbaar. Uh, deze guy David. En dat is blijkbaar een sikke -en Engert. Maar David houdt deze date het liefst lekker luchtig. Hoe zou jij het vinden. om vanavond gewoon lekker in de hotter te gaan zitten? En dus ons lekker tegen elkaar aan. Ik heb dit niet gemist, man. Fucking David is nu al creepy as hell. Volgens mij kent. Het... Besef, hè. Ik heb dit vaker gezegd. De mensen van Lange Leven Liefde kennen elkaar allemaal net echt 20 minuten. Deze man. <laughs> Wat een enget. Zullen we uh, vanavond even lekker in de hot tub. Even lekker dicht tegen elkaar aan zitten? Like, bruh, calm your titties, man. Mariska denkt: what the fuck? Door hoe weet je dat ze Mariska heet? Hangt de ketting hier. Geen hogere wiskunde hoor, uh, guys. Ik wou jullie bijna weer chat noemen. stream ook op twitch.tv slash uh, jonkarkle. Ik wil een beetje voelen van hè. Voel ik iets? Dit is lang leven de liefde. Wat maar... De herinnering krijgen we een hele kalle intro. En... Ja hoor. Ja? Dat, dat is mooi, dat is mooi. Ja, ja ik zeker. Ik, ik voel me eigenlijk best wel op je gemak bij ja. Om, je. ben bent ook echt een, een knappe meid, dat mag je gerust niet Weet je wat hem ook creepy maakt? Zeg maar, hetgene wat David ook een beetje creepy maakt, en daar, daar kan hij op zich wel wat aan fixen, zijn die, die nare puntige wenkbrauwtjes van hem, Zeg maar, die nare puntige wenkbrauwtjes maken hem zo, ook een soort van eng, toch? Hij kan daar niet zo aan doen. Ik bedoel. Komt door zijn vader en zijn moeder, die hadden gewoon nooit seks moeten hebben. De ering, is, dit, is dit de sfeer voor 2022? Ja? Jongens, is dit wat we gaan doen? Hijt. Je, je ziet er goed uit. Dan ben je uh, een van de enigen die dat vindt. Oh, echt? Hoe dat zo? Ja, ik vind dat zelf absoluut niet. Niets. Ding, nou, Mariska, ik ook niet hoor. Oef. Nee, man. Ik ga de eerste week van 2022 al gecanceld worden. Laat het me we weten in de comments. Maar moet ik echt grof gaan dit jaar? Of zal ik gewoon even rustig doen? Want ik heb zin om mensen te roosten. Maar ik krijg altijd horen van: ah, oh, stel die mensen kijken je video's. Je hebt geen gevoel en zo. Het is natuurlijk allemaal een grap. Maar je weet toch, ja, ik vind dat wel leuk, man. Nee. Nou, dat, dat is wel zo. Je mag een prima wezen. Je hebt, een, je hebt een prima live. Je ziet er goed uit. Dus uh, een leuke, leuke rokje, jurkje. <laughs> je valt totaal niet tegen, met dat betreft. Het is misschien heel snel om te zeggen, maar ik vind je zeer aantrekkelijk. Cringe. Ja, ik weet niet, man. Kijk, zulke shit kan op zich wel smooth zijn om te zeggen, toch, guys? Laat me jullie even teachen, man. Zulke shit kan smooth zijn om te zeggen, maar in Davids geval is het niet smooth. In Davids geval is het gewoon niet smooth. Uh, het is een beetje creepy. Ja? <tie> Jij bent in mijn ogen een warm Oh. Ja. Lering, ja. Ga maar door. Je moet er op een gegeven moment ook... Kijk. Guys, laat me jullie even leren, man. Laat me jullie even... Teach you the ways of uh, being a gentleman, man. Kijk, uiteindelijk moet je ook gewoon een soort van beseffen van, yo. Een paar complimentjes en dan even stap je terug, toch? Laat haar jou ook becomplimenteren. Snap je wat ik bedoel? Stel, hè? ik zal voor jou een, uh, een lingerie pakje kopen. Wacht even. Zullen jij dat aantrekken dan? <laughs> oh shit, man. Ik was hier even niet op voorbereid. David is een creep, man, joh. What the fuck. Yo, ze kennen elkaar net een uur en hij vraagt nu al. Ik ja, dat is een serie pankje weer zou kopen. Zou je dat dan? Ah, dit was de slechtste imitatie ooit. Maar druk op de like-knop als je dit creepy vond. Weet ik veel. Ligt uh, eraan of ik het mooi vind of niet. En of het S lekker zit. Zwart of rood? Oh, kijk die kop ook van me, man. David is hele creepy. Oh, ik wil niks horen. Heb ik nog chicks? Fuck, man. Oh. Mijn editor uh, had hem gefeestimed. Hij feestimed nu terug, jongens. Wacht even. Uh, kijk zelf maar wat hij wat ermee doet in die edit. Yo, editor. Yo, Yo, Marijn. Yo, man. Beste wensen, man. Ik zat even uh, de eerste video van 2022 op te nemen, man. Hi. Dus je kijkt zelf maar even hoe je dit knipt, want je zit er nu in. Oké. Okay. Nou, uh, lang verhaal, heel kort. One eternity later. Nou, dat was Marijn de editor. Tering. Hij moet wel het hele gesprek eruit knippen op business plans manier the fuck. Hé, hey, chat, hebben jullie, heb jullie mij gemist of niet? Zet even in de comments, man. Neem een like. Ik ga echt tering veel om vragen, want we moeten even weer terug naar die 111k. Maar ik ben gewoon subs kwijt man. Vertel je moeder even dat ik gaande ben of zo, man. Ik denk, als jij. een rode... Hij is creepy as fuck! Ik was er even helemaal uit, maar nu ben ik er weer helemaal in. Of een zwarte aantekening dat ik helemaal weg kwal. Yes. <laughs> ik kan hem oprapen, vierde kwal. David heeft gewoon al sinds hij uit de baarmoeder is gerold, gewoon geen vagina gezien. En die denkt: Fuck, man. Dit is wel mijn kans, gewoon. Want ik zit nu met een chick in één huis. Ze kan nergens heen. Dus I'm shoot my shot. Zou ik je zo een beetje pakken en had je idee? Hup in de sauna of in de. Hey, yo, what the fuck? Yo, het gaat maar door, man. What the fuck? Nou, ik denk dat de geur heel heel goed gaat staan. Bro, deze man is creepy as hell. Hey, chicks. Laat even in de comments weten wat jullie van deze guy vinden, man. Deze... What the fuck? Je hebt daar uh, die, die allerlei voor. Nou ja. Je weet het niet. Ik kan het wel invullen, denk ik. Oh. Um. Zij wordt ook helemaal ongemakkelijk. Ik snap het wel. Wat is fucking uh, Harry de Bos elf, uh, Wat de fuck, neef? Hé, hey David, als je dit kijkt, bro, je bent creepy as hell, man. Tone it down een notch, man. My guy. Even chill. Ik bedoel, uh, kunnen we even allemaal sowieso in 2020 even wat. Uh, kom op, man. Even uh, gewoon respect voor vrouwen, man. Kaka altijd een wit voetje. Nee, man, bro. Ik ben de enigste man in huis, bro. I'm used to that. Ik heb wel op een speciale school gezeten, dat wel. De basisschool. Nou, David ook, hoor. kon ik dus blijkbaar wel kunnen we de handen missen, want uh, ja, ik ben ook zeer, nou, best wel moeilijk lerend. Goh, ik had het niet zien aankomen hoor, David. Ik dacht dat je op volstrekt normaal was nadat nou, je een chick na een half uur al vroeg wat de favoriete lingerie was. En dat je er wel even zou grijpen in de sauna. Het zit er een beetje in die categorie, in die, in die zeg maar. Een hm. beetje tussen... Hou je van pandenprinten en noem maar op. <laughs> Bro, what the fuck? Oké, okay, dus zij kaart gewoon een onderwerp aan over, over fucking uh, over school en uh, wat voor opleiding die genoten heeft en zo. En hij komt gelijk weer met de vervolgvraag of, of ze van pantenprint houdt. Like, bruh, wat? Mm. Zou je dat dragen, zelf? Bij sommige meiden dat staat echt zo'n geweldig om die pantenprint Dat ik denk ik van, och, jij weet precies wat, uh, wat mode is. Maar hoe jij er bijvoorbeeld nu uitziet... Yo, echt, ik uh, moet soms mijn tong gewoon proberen binnenboord te houden, want. Gast... Ik moet echt soms mijn tong gewoon proberen binnenboord te houden, want echt. 2022 uh, is nu al fucked up, man. Zo, dit is lang van geleden. Lekker warm, dit, joh. Ik heb wel zin om een hot-up in te gaan, man. Wil shit. Niet met David, though. <tie> Niet met David, man. Hakae. Okay. Ik zou je een kus geven. Oh, mijn god. Oké. Okay. Zou je dat toestaan? Nou ja. Hoe is. Hoe, hoe is stel, ik zou je spontaan Dan is er toch niks meer spontaan. Je hebt het letterlijk gevraagd, Kil. Uh, mijn gezicht is ook aan het uitlopen, voel ik. Ja, je zweet als een malle. Ja. Maar dat zal ik ook waarschijnlijk wel doen. Ja. Oh, deze meid wil naar huis. Wat <laughs> ziek. Ik wou dat ik de QC lag, man. Dan keken jullie allemaal mijn video's omdat ik gewoon heel hard ging lachen Maar elke hey, video. Shout-out naar QC, man. <laughs> Misschien, maar de meeste is toch van jou. Temperatuur is een bijzaak. Oh, deze man is creepy as fuck. Ja, dat ik bepaalde tintelingen van binnen voelde voor je, die, ja, die had ik al, Of die heb ik eigenlijk wel voor je. Nou jongens, wat denken we dat zij zegt? Ik gok dat ze nog twee weken met hem wil blijven. Ik voel het niet. <laughs> Oh shit, man. Hoe dat dat. Wie had dat verwacht? Uh, ja, wat ik in een man zoek. Wat ik bij jou een beetje dan mis. Wat? Ja, nou, uh, dat lijkt me logisch. Uh, jongens, bedankt allemaal voor het kijken. Feels good to be back, man. Doe even een duimpje, neem even een abonnement. Ik zie jullie weer bij de volgende video, man. Op de Klein channel. Vergeet mijn streams ook niet te checken. Ik hou van jullie, man. Gelukkig nieuwjaar. Doei.